Wanneer je een vragenuurtje wilt inplannen met je leerlingen, ga je eerst naar Google gaan en ga je rechtsbovenaan klikken op die kleine vierkantjes. Het kunnen ook bolletjes zijn. Daarna ga je naar Agenda. Dan is het belangrijk dat je je aanmeldt met je schoolmailaccount indien dit nog niet gebeurd zou zijn. Bij mij is dit bram.janssens@beabotaniek.be dan. Daarna ga je terechtkomen op je eigen agenda. Je gaat eerst en vooral een dag moeten kiezen wanneer je een vragenuurtje wilt inplannen. Stel dat dat nu op 21 april zou zijn, dan klik je gewoon op die dag en gaat er een kadertje open komen te staan. Je kan zeker en vast een titel ingeven, maar dat is voornamelijk voor jezelf, zodat je weet wat je dan net gepland hebt. Dus een vragenuurtje, bijvoorbeeld met de klas 4 VVC. Daarna kan je klikken op tijd toevoegen en kan je een startuur ingeven en een einduur, dus bijvoorbeeld van 10 tot 11. Gasten toevoegen, dat is eigenlijk niet per se nodig, want we gaan zo meteen een link krijgen naar de Google Meet, die je gewoon kan gaan doorsturen naar de leerlingen. Dus het is wel belangrijk dat je hierop gaat klikken, locatie of conference call toevoegen. En daarna klik je op videoconferentie toevoegen. En dan krijg je ook meteen gewoon een link die je dan gaat kunnen gebruiken. Je kan eventueel, als je zegt van ja, ik zou mijn leerlingen toch graag uitnodigen, net zoals op Smart School, gewoon een hele klas tegelijk aanspreken. Wij raden dit niet meteen aan, omdat we weten dat niet elke leerling eigenlijk zijn Gmail-account heel snel gaat nakijken. Je gaat ook nog een melding krijgen. Het is niet heel belangrijk, maar de laatste zin vertelt je wel dat je geen reacties op uitnodigingen gaat kunnen bekijken. Dus in principe raden we het ook niet meteen aan, dus ik ga het bij mij ook gewoon even terug wegklikken. Wij raden echt aan dat je gewoon de link gaat kopiëren en die gaat doorsturen naar je leerlingen. We zijn dus eigenlijk klaar met onze Google Meet in te plannen. Je klikt gewoon op opslaan. Dan ga je zien dat deze ook gewoon ingepland is in je agenda. Om de link te gaan kopiëren, ga je daar nu gewoon even op klikken. En dan kan je nu twee zaken doen. Je ziet de link hier staan. Je kan die gewoon gaan selecteren en kopiëren. Of je klikt gewoon op het logootje dat aan de rechterkant staat. En dan ga je de link gewoon gekopieerd hebben met één klik. Daarna is het belangrijk dat je deze link gaat versturen naar je leerlingen via Smart School Brief bijvoorbeeld. Zorg er wel voor dat je vermeldt op welke dag en op welk tijdstip de Google Meet zal doorgaan. Want dat gaan de leerlingen dan niet kunnen zien. Heel veel succes!